Mijn naam is Ron Klaas, ik ben van CE Credit Management. Wij zijn een bedrijf die debiteuren moet veilzen op het opkomen van consumentenvorderingen. Dat is behoorlijk kapitaalintensief, met name het uitwinningsproces gerechtelijk. Dus wij zoeken eigenlijk vorig jaar naar specifieke kapitaalinwinning om dat goed te kunnen doen. De reguliere discipline van de banken natuurlijk, daar maken wij natuurlijk ook gebruik van. Alleen wat je in het MKB-sector op dit moment heel erg ziet, is dat MKB-bedrijven eigenlijk aanvullende kapitaal nodig hebben. En de beurs is een mogelijkheid om dat te doen. We zijn vorig jaar eigenlijk de fase ingegaan met onze listingsponsor Keys Capital om als eerste MKB-bedrijf op de beurs kapitaal bij elkaar te halen. En dat was gelukt, daar zijn we heel erg blij mee. We hebben het primeur om daar de eerste te zijn vandaag. Peter Nederlof, bestuursvoorzitter Keys Capital. Wij zijn ongelooflijk blij met deze ondernemende onderneming. Want die dubbelzin heeft betrekking op het doorzettingsvermogen van een onderneming om met een nieuw product in een nieuwe omgeving toch succesvol te willen zijn. We zijn van overtuigd dat met deze voorbereiding en dit format nog veel MKB-bedrijven zullen volgen. En we zien nu al de effecten voor deze uitgevende instelling ten aanzien van publiciteit, verhandelbaarheid. En daarmee dus het mogelijk maken om langs meerdere lijnen financiering aan te trekken voor de groei. Dus wij hopen inderdaad met dit instrument, deze notering en met name deze ondernemende onderneming succes te hebben voor de MKB in het algemeen.